bij de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag zijn we met tv en radio van Omroep Land van Kuik aanwezig. De zon begint te schijnen en de sfeer zit er al super in. En wij gaan snel kijken naar al die helden die bezig zijn aan hun laatste kilometers van de Nijmeegse Vierdaagse. Burgemeester Hillena, hoe gaat het vandaag met u? Ja, fantastisch. We zijn eigenlijk gewend dat de zon nu ook uitbundig schijnt. Dat waren we de afgelopen dagen, maar ik ook de afgelopen jaren zo gewend. Maar je ziet, de stemming heeft er niks onder te leien. Nee, de stemming zit er inderdaad goed in. Nou heb ik begrepen dat er hier bij het gemeentehuis eigenlijk wel iets bijzonders aan de hand is met betrekking tot marsmuziek. Nou, wij zijn in de luxe al jarenlang dat we hier twee prachtige muziekkorpsen hebben. En omdat je er twee hebt, valt er eigenlijk nooit een moment stilte. Als de ene groep moet uitrusten, pakt de andere het over. En dat vinden we, dit is de ideale muziek voor wandelaars. En we bouwen de spanning langzaam op, want als ze de bocht doorgaan, dan komen ze door de wat modernere muziek. En dan ken je natuurlijk de kolkende menigte op de Maaskade. En ja, dat is Kuik, ja. Vierdaagse. Ja, het is inderdaad van begin tot eind feest, hè, door Kuik. Ja, ja, ja. Ik begrijp ook altijd van veel wandelaars, kijk, de Via Gladiola, dat is natuurlijk het ultieme hoogtepunt, maar dit gedeelte, daar kijken ze ook echt naar uit. Ja, en als ze dit halen, dan komen ze er wel. Precies. Dat helpt natuurlijk, maar daarbuiten is, ik zeg altijd, Kuik is de kers, de Brabantse kers op de Vierdaagse taart. Hè? En dat wij weten hoe een feestje moeten vieren. We staan hier bij de Marsleider. Als eerste, wat houdt Marsleider in? Ja, marsleiderschap is eigenlijk gewoon voorzitter van het bestuur van de organisatie die het allemaal organiseert. Alleen heel lang geleden heeft iemand daar de term marsleider bij bedacht, juist in deze week. En ik ben eindverantwoordelijk voor alles wat er rondom die Vierdaagse gebeurt. Ja. Nou, dan volgt eigenlijk meteen de logische vraag. Hè. Het is de laatste dag. Hoe is het gegaan volgens de organisatie? Nou, wij hebben denk ik een hele mooie en feestelijke week achter de rug. Alles wat we aan de voorkant hadden gepland, extra festiviteiten, extra wandelactiviteiten, die zijn ontzettend goed uit de verf gekomen. We hebben ook heel veel media-aandacht meegehaald, maar het belangrijkste is dat die wandelaars en ook het publiek daar heel vrolijk van zijn geworden. Een beetje wisselende weersomstandigheden. Het is natuurlijk behoorlijk warm geweest begin van de week, eigenlijk tot en met gisteren. Maar daar hebben we de maatregelen zodanig op kunnen aanpassen dat daar prima op doorgelopen kon worden. Ja, nou ja, vandaag een beetje regen, maar dat is nu ook alweer over. Dus. En wij zijn eigenlijk heel blij. Mag de dag niet prijzen voordat het avond is. We hebben nog een halve dag te gaan. Maar ik ben er bijna van overtuigd dat wij vanavond met heel veel goede gevoelens op die 100ste editie gaan terugkijken. Nou, dat zou heel mooi zijn. Een van de onderdelen die dit jaar vanwege het jubileum was natuurlijk die 55 kilometer. En met name in het land van Kuik ging het door mail. Dat was een groot feest. Is dat nou iets wat voor herhaling vatbaar is? Een groot feest is altijd voor herhaling vatbaar. We gaan natuurlijk dit najaar evalueren, maar we hebben al ver in de voorbereidingen. Want het is niet alleen Mil, op een andere dag is het Druten. Overigens was het een fantastisch feest in Mil, want ik ben er net geweest. Maar dat even terzijde. We hebben al ver in de voorbereidingen aangegeven van, ja weet je, het was ooit een wandelafstand. En omdat het 100 jaar is, wil je iets van vroeger terug laten komen. Daar is overigens met heel veel belangstelling ook van de wandelaars op gereageerd. Maar het is eigenlijk een uitdaging die, laat ik zeggen, een bruggetje te ver is om het ieder jaar te doen. Want het vraagt wel heel veel extra aan logistiek, aan gedoe en geregel.
En het is ook maar de vraag of je dat met de drukte die je toch al genereert rondom die Vierdaagse, of je dat er nog eens een keer voor langere tijd bij wil hebben. Het is echt een jubileumactiviteit, zo hebben we hem weggezet. Ik krijg deze vraag nu wel vaker en ik hou me een klein beetje in de zin van we gaan het evalueren, maar ik verwacht het niet. Oké. Nou, een laatste vraag. Het is, zoals u al aangaf, nog niet geheel ten einde, maar wat was uw persoonlijke hoogtepunt deze editie? Nou, ik denk dat nog moet komen. Met alle franje eromheen vind ik sowieso het hoogtepunt voor de wandelaars dat die er is en dat ze hem kunnen lopen en dat al die parcoursen extra zijn aangelicht, feestelijk versierd, dat al die gemeenten ook daar hun ding in hebben gedaan. Voor vandaag vanmiddag hebben we natuurlijk de feestelijke intocht en ergens in de loop van de middag gaat ook nog een keer de koning komen. Maar ja, dat moment dat moet ik nog gaan meemaken, maar ik verwacht wel dat niet alleen voor mezelf, maar voor de hele organisatie en voor iedereen die erbij betrokken is, toch wel als een absoluut hoogtepunt gaat worden meegenomen. Hoe gaat het? Ja, super, om te kijken wel. Ja. Maar wat een slecht weer, hè? Jammer. Nou, ik zie blauwe luchten. Laten we hopen dat het bij deze ene hele flinke bui is gebleven. Ik hoop het ook. Ja. Staan jullie hier elk jaar? Nee, we staan hier voor het eerst op deze plaats. Ja. Waar staat u normaal dan? Dan gaan we bij de intocht bij Nijmegen kijken. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om dit jaar in Kuik te gaan staan? Feest, sfeer, gezellig. Ja. En ook mensen. En elke kilometer gaan we helpen. Nou, top. Dat is mooi, want het zijn wel helden die hier rondlopen, hè? Nou, zeker. Ja. Okay, geniet er nog van. Gaan we doen. Dank je wel. Zeggen, daar zijn we weer. Ja, goedemorgen, wij zijn er ook weer. Ja, precies. Nou, ik heb het eigenlijk ook over jullie. Hi. Want bij de voorbereiding van de uitzendingen zijn we meteen op de hoek, op de boulevard, daar staat Sambeek. Dus daar is check. Ja. En jullie staan er. Ja, natuurlijk. Ja. Anders gaat het Vierdaagse niet door. Zou je haast zeggen? Nee, dat hoort er helemaal bij. Wij staan hier voor onze Zambeekse medemens, zal ik maar zeggen. En voor mensen, collega's, andere vrienden, familie die we ook kennen. Maar heel herkenbaar aan de Zambeekse vlag, op een heel herkenbaar punt. Als ze ons hier mislopen, dan zijn ze uitgevallen. Ja, dat moet dan wel. Heb je al veel bekenden gezien? Nog geen één. Ze zitten er allemaal nog in. Of misschien niet meer. Maar er zijn er een paar bij die hebben het heel erg zwaar. Verbrande kuiten door het asfalt. Hele zware opengelopen blaren. Heel veel pijn moeten lijden. Maar ik heb nog niemand gezien, dus ik verwacht dat ze er toch wel doorheen slepen. Maar, ik denk dat die zware regenbui ook wel wat voor vertraging heeft gezorgd. Ik verwacht het wel. Het is heel zwaar deze dag. Het is de 100ste, het is ook echt iets om te kunnen presteren. Het weer heeft heel erg meegezet in die zin. Als je dit uitloopt, dan ben je echt kanjer. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk ook dat inderdaad alle wandelaars jullie support, en niet alleen van jullie, maar van die duizenden mensen hier langs de kant nodig hebben. Dat denk ik wel. Ik heb mezelf ooit gelopen en het is zo fijn dat je langs de kant mensen hebt staan die er voor jou staan, of ze je wel of niet kent, of met een tomaatje schijfje komkommer, of alleen maar een handklopje of het applausje wat je krijgt. En dan kun je weer even verder. Hoe is de party? Goed, gezellig. Ja. Ja, echt ontzettend gezellig. Heel leuk. Je ziet er ook ontzettend fris en fruitig uit. Juist, ik doe mijn best. Ja? Maar het gaat goed. Ja. Ik heb begrepen, sommige mensen hebben het echt heel erg zwaar gehad, maar bij jou valt het mee. Ja, 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 ja. Ik loop geen blaren, alleen dit jaar dus wel, helaas. Maar ik heb er geen last van, dus... Hoeveel keer is het dat je hem loopt? Zesde. En klaar voor de zevende volgend jaar? Ja, tuurlijk. De adrenaline begint in januari weer te stromen, hè? Ja. Dus dan moeten we wel meedoen. Wat is nou zo bijzonder, bijvoorbeeld dadelijk over de Via Gladiola? Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, mensen rijden dik. En dan voelen wij echt de koningin bijna. Ja. En allemaal klappen en dan ben ik ontzettend trots. En dat mag je ook zijn, want het is echt een prestatie wat je geleverd hebt. Vind ik ook, ja. U loopt er inderdaad nog behoorlijk fris bij. Ik voel wel van alles hoor, maar dat hoort erbij. Ja, dus de laatste dag is, dan word je gedragen door het publiek. Absoluut. Ja? Nou maar nog, het is een feestje. Is dat ook wat de Vierdaagse zo bijzonder maakt?
voor mij wel in ieder geval. Ja? Heeft u hem al vaker gelopen? Dit is de 6e keer. En de 7e keer? Ik denk er ieder jaar over na en tegen de tijd dat ik in moet schrijven, dan begint het te kriebelen. Oké, geniet er nog van. Bedankt. Okay. Terwijl hier iedereen loopt, moet hier ook ergens, dankjewel, moet hier ook ergens Theo zijn en die maakt beelden voor ons, dus daar gaan we heel snel naar kijken. Verschil tussen de eerste dag en de tweede dag en de derde dag. Wat is uw lastigste dag of uw fijnste dag? Mijn lastigste dag was de eerste dag en gisteren. Ja, waarom? Weet ik niet. Ik denk omdat het de eerste dag verschrikkelijk heet was. Ja. En gisteren, ja, zwaar door die heuvels, denk ik. Ja. Is het ook een optelsom van de dagen van half vrijdag? Dan heb ik het wel gehad om het zomaar te zeggen. Ja, ik denk het wel. Het weer speelt niet mee, en, of tenminste eigenlijk wel, het is nooit goed. En je wilt toch halen. Ja, maar je gaat het wel halen. Hoe is uw ervaring? Dit is mijn 5e keer. 5e keer. Dan bent u op later leeftijd begonnen? Ja. 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 Dus, maar ik heb hem eerder met hier te gelopen. Alleen, ja. Ja. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Aalsmeer. Ja. En dan, u kent, ja, de Nijmeegse Vierdaagse, iedereen kent hem. En ja. U neemt er de tijd voor een afstand, want dan wil ik hem deelnemen. Ja. 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 En dat blijft u doen. Ja, nou, als je het even gedaan hè. Ja. Dan ben je verloren. Het zogenaamde vieren spreekt men ja. Over, hè. Ja. Ja. Het lijkt me zo dat u ervan overtuigd bent, ik haal het. Ja. Ja. Is dat ook op basis van ervaringen? Nou, ik moet zeggen, voor mij is het 8e keer en ik heb wel goed getraind. We hebben denk ik zo'n beetje 400 kilometer de benen zitten voor de Vierdaagse. Ja. Dus ja. Dat doet u ieder jaar? Ik doe het tot nu toe ieder jaar. Ja. Er zijn ook mensen die doen ongetraind mee. Die doen het ook. En die redden het ook. Niet allemaal, nee. Hè? Er zijn nog heel weinig. Niet allemaal. Nee. En vooral dit jaar, denk ik. Hè. Je kunt het of je kunt het niet, maar ik denk dat er weinig zijn. Hoor. Je moet het toch wel even altijd. Iedereen heeft het woord virus in de mond liggen. Ja. Virus, ja. Ja. Nou weet je, ik heb daar helemaal geen probleem mee. Je ziet maar 50.000 mensen bovenop elkaar. En wat gebeurt er eigenlijk? Niks toch? De sfeer? Sfeer is top. Ja. Ja. Mensen publiek, steunen elkaar. Publiek ook een bijdrage. Hè? Publiek wel bijdragen, maar ik merk ook wel dat die het ook warm hebben de afgelopen dagen natuurlijk. Hè? Ja. Dus het is, ze steunen wel. Je bedoel, alleen vaak heb je zoals hier ook die taaie stukken. Ja, dan moet je eventjes door. Hè? Ja. Toch gaat het wel vaak over de omstandigheden. Het is te koud, het is te warm. Het is, het is voor een wandelaar toch belangrijk. Heel erg, hè? Ja. Bepalend. Maar ik moet wel zeggen, ik ben ook niet zo'n mens die veel van warmte houdt. Maar ik heb het liever warm dan dat regent. Want nattigheid is erg, hoor. Dat gaan we waarschijnlijk wel redden, hè? Absoluut. Ja. Hopelijk. Ja. Gaat er waarschijnlijk net langs, hè? Wat is nou het verschil? Als u dinsdagmorgen bent u gestart, straks na de middag bent u in Nijmegen. Hoe voelt dat dan? Ook fysiek? Nou, ik moet zeggen, ik vind het altijd een overwinning. Het is, we komen binnen en we drinken dan, ik heb een maatje, die lopen samen. En we drinken dan ons biertje op de vereniging. En ik moet zeggen, het geeft wel een gevoel van echt overwinning. Ik heb het gedaan. Ik heb het weer gehad. Ja. Nou, dat gaat helemaal goed komen met Theo. Die haalt de Via Gladiola gemakkelijk. Wij gaan weer terug naar het grote feest hier in Kuik.
In Kuik is het gebruik altijd droog, of zoiets. Dat dacht ik toen ik hier binnenkwam. Oké, maar schoonvader en schoondochter, hoe is dat? Ja, superleuk. Ik hoor wel eens van die verhalen over schoondochters en schoonmoeders. Is dat met schoondochters en schoonvaders niet? Nee, maar dat heb ik ook niet met mijn schoonmoeder, dus ik heb het getroffen. Eigenlijk is het begonnen met je schoonmoeder, toch? Ja, het is begonnen met mijn schoonmoeder, ja. En daarna dachten we, nou, moeten wij ook maar eens wat leuks doen. Schoonvader was er toch bij, dus die heeft ze voor lief genomen. Ja. Ja. Maar hoe gaat het? Jullie zien er eigenlijk nog heel erg... Nou, nu gaat het weer goed. Okay. Energie. Maar straks was er wel even een dood momentje. Ik dacht, mijn voeten vallen eraf. Maar het gaat nou wel goed. Gelukkig zitten ze er nog aan. Ja, ja, ja. Maar hebben jullie hem vaker gelopen? Nee, het is de eerste keer. Oké, okay, nou, dat vind ik interessant. Hoe is zo'n eerste keer bevallen? Nou, ontzettend goed. Het is gewoon leuk. Het is, ondanks alle extremen? Ja, die hitte. Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat is gewoon mooi, hè. Dat zijn mooie herinneringen. Dat, als het zo lekker weer is, het is zomer, dat is gewoon ontzettend leuk. Dat blijft, het is gewoon zomer. En dat je dan een beetje afziet, dat is allemaal niet zo erg. Het is en blijft een sportprestatie, hè? Ja, maar ik weet niet of we het voor, echt voor de sportprestatie hebben gedaan. We wilden het gewoon doen. We wilden het gewoon doen. Ja. En ik denk dat we goed op elkaar hebben gepast. Zeker met die hitte en gewoon goed rust en voldoende drinken. Ik denk als je dan gewoon rustig aan doet en denkt van nou ja, als ik om 5 uur binnen ben is het ook goed. Dan komt het helemaal goed. En begrijp je nou wat heel veel wandelaars die hem nou al voor zoveel jaren lopen, wat hen ertoe brengt om elk jaar weer opnieuw te doen? Ja, ja. Ja, absoluut. Ja. Het is waanzinnig. Het is sowieso waanzinnig de energie die je uit de mensen haalt. Gewoon, en het wandelen zelf door Nederland. Nederland is prachtig. En nou, als ik dat kan delen met mijn schoonvader is het natuurlijk helemaal mooi. Ja. Dus ja, nee, ik kan het heel goed voorstellen. Ja. Dus wij komen jullie volgend jaar nog wel weer ergens tegen? Geloof ik wel, ja. Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Nou, en... natuurlijk regelmatig hoor, maar dat zou best kunnen. Geniet van Via Gladiola. Ik heb wel eens gehoord, je weet niet wat je overkomt. Dus laat het over je heen komen en geniet er heel erg van. Ja, dat gaan we zeker doen. Okay. Dankjewel. Succes. Veel plezier nog vandaag. Dank jullie ook. Gaat het goed? Ja hoor, prima. Geen enkel punt. Het gaat eigenlijk buiten alle verwachting om voortreffelijk. De meest zware dag was woensdag. Ja. En voor de verdere rest geen probleem gehad. Oké. Okay. En nou vooral genieten. Zeker. Goed zo. Tot ziens. Oké. Okay. Gaat het goed? Ja, gaat hartstikke goed. Ja? Ja. Ja. Gaat heel, heel erg goed. Lekker weer ook, zo. U klinkt een beetje verbaasd van ja. Ja, ik ben heel verbaasd. Ja. Is het de eerste keer dat u... Nee. Dit is mijn 9e keer dat ik ga lopen. Ja. Ja. En wat maakt deze vierdaagse anders dan andere jaren? De sfeer, de 100, dat kriebelt bij iedereen. En het weer. Het weer is echt dit jaar echt van alles wat geweest. Ja. En dat is dus eigenlijk het bijzondere aan deze vierdaagse. Je ziet mensen ook echt knokken om die 100 te halen. En dat is echt heel erg leuk. Ja, het is echt een ding, hè? Ja, het is echt een ding. Ja. Als je ze ook straks allemaal zag met die regen en de onweer, dan denk je, ja jongens, we gaan er weer voor. Met z'n allen. Ja, ja. Dus dan komen we hier bij Kuiken. Dus het is weer hartstikke gezellig. Het is een feestje. Ja, het is een feestje, inderdaad. Elk jaar weer. Ik ben oma. En gehoord. Wat leuk. Gefeliciteerd. Ja. Ja, dankjewel. Ik ben super blij. En ook nog de vierdaagse. En de vierdaagse honderdste keer. Dubbel feest. Dankjewel. Succes nog. U heeft de water nog flink. Ik heb nog heel veel energie. Ja? Gaat het goed? Helemaal lekker, ja hoor. Ja? 4 dagen, maar voor de eerste keer. Voor de eerste keer, ja? De eerste keer, gaat helemaal goed. En bent u nou ook bevangen door het virus? Nou, dat weet ik nog niet. Nee? Ik heb beter morgen vragen, denk ik. Oké, dan hebben we geen programma meer. En dadelijk de Via Gladiola, dat schijnt wel een dingetje te zijn, hè? Ik heb vanmorgen zeggen dat het heel erg leuk is, ja. Ja. Gaat zo meemaken, hoop ik. Ja. En hoe is de afgelopen 3 dagen en deze ochtend bevallen? Ja, we hebben alles gehad, hè. We hebben een hittegolf gehad en vandaag heel veel regen. Maar op zich, super. En de sfeer? Ja, super. Ja? Allemaal super enthousiast publiek en heel erg leuk gewoon. Ja, super. Geniet er nog van. Dankjewel. Hoe gaat het? Het gaat goed. Vanochtend hebben we slecht weer gehad. Regen, onweer, wind viel wel mee. Veel mensen zonder regenkleding, dat is jammer, want het weerbericht was natuurlijk toch uitgegeven. We hebben weinig patiënten gehad, geen onderkoelingsslachtoffers gehad. Het aantal blaarbehandelingen valt ook mee. De wachttijd begint nu ietsjes op te lopen.
Maar dat komt ook omdat we met wat andere dingen bezig zijn. Eigenlijk gaat het heel goed. Ik heb van veel wandelaars begrepen de afgelopen dagen, wandelaars jaren meedoen, nog nooit een blaar hebben gelopen, die hadden dat dit jaar wel. Was dat echt door de hitte? Ja, dat is heel erg lastig. Het is altijd een combinatie van factoren. Ik denk dat het een rol gespeeld kan hebben. En als het mensen zijn die ervaren zijn en dit nu merken en bij vergelijkbare jaren dat niet hadden. Want het zijn geen uitzonderlijke temperaturen geweest, dat hebben we eerder gezien. Dus als zij zeggen dat ze daaraan wijten, dan ga ik daarin mee. Ja, ja. En de combinatie hitte, regen en één vierdaagse, heeft dat veel effect op de gezondheid en de wandelaar? De gezondheid is een breed begrip. We hebben het ook dat eerder gezien. Het zal zeker zijn effect hebben, omdat de regen die gevallen is, die gaat de dag daarop als het warm is verdampen, wat weer een hoge luchtvochtigheid geeft en daarmee een hogere warmtebelasting. En dat merkte je bijvoorbeeld gisteren, dat de temperatuur was helemaal niet zo hoog, maar het voelde snikheet aan. Enorm veel zweten, mensen geven aan toch veel dorst te hebben. Dus dat zie je wel. Is dat gevaarlijk? Vooralsnog, als je daar zinnig mee omgaat, de adviezen opvolgt, dan denk ik het niet, want het lichaam is erop aangepast om heel veel te kunnen compenseren. En alle waarschuwingen die uitgegaan zijn, drink water, neem voldoende zout tot je en zo, dat soort zaken, die hebben ook geholpen. We denken dat dat geholpen heeft, want als je ziet wat we aan calamiteiten, we hebben geen calamiteiten gehad. We hebben een aantal mensen gehad die om medische redenen zijn uitgevallen, die ook naar het ziekenhuis zijn gebracht. Maar als je ziet dat er op zo'n hele warme dag, op 45.000 mensen, een vijftiental ambulanceritten in het ziekenhuis eindigt, ja, dan vind ik dat een compliment naar de wandelaars. Die hebben de adviezen goed opgevolgd. Absoluut, zeker weten. Nog één vraag. Alle wandelaars en alle mensen hier die genieten van zo'n dag. Is het voor u ook misschien een beetje vreemd bij een EHBO-post, maar toch ook een soort van feestje om hier onderdeel van uit te mogen maken? Het is een voorrecht om hier onderdeel van uit te maken, anders zou ik niet iedere keer terugkomen. Oké. Dus u bent eigenlijk ook behept met het vierdaagse virus? Ja, of het een virus is weet ik niet, maar ik heb het erg naar mijn zin. Iedereen is onderweg naar Nijmegen en gaat dadelijk genieten op de Via Gladiola. Wij van Omroep Land van Kuik hebben het met veel plezier voor u gemaakt. En vergeet u niet, want wij gaan van het ene evenement in het andere. Aankomende maandag 25 juli zijn we ook aanwezig bij Daags na de Tour in Boxmeer. Live radio en met televisie. Tot dan!